Well, with these movements against them, I guess it's no surprise that Jews were looking elsewhere for places to live. And that included the ancient land of Israel, but it also included other places. How did the Kimberley in Northwest Australia compare to those other places where Jews tried to establish colonies? That is an uitspraak van Rachel Cohen in een interview met een Australische journalist, waarin ter sprake komt dat in de jaren 30 van de vorige eeuw Zionisten niet alleen overwogen naar Canada of naar Oeganda of natuurlijk naar Palestina te gaan, maar zelfs naar Australië, naar de Kimberley-streek. En dat is bepalend geweest voor de keuze van twee kunstwerken. Eén van Australische Aboriginals en één van een Westerse kunstenaar voor deze tentoonstelling. In dit geval leek het mij mooi om het onderwerp naar een abstracter niveau te tillen. En ik heb dus iemand gekozen die werk maakt over grensconflicten. Over conflicten die te maken hebben met landonteigening of toe-eigening. En dat is een werk van Yael Bartana, een Israëlische kunstenaar die ook in Amsterdam en Berlijn leeft en die op een hele poëtische manier in een werk Low Relief weet te filmen wat er gebeurt tussen een protesterende menigte en een dominante politiemacht. Het is monochroom gefilmd of het is gefilmd en monochroom gemanipuleerd op een digitale manier. En daardoor krijg je de indruk van een heel traag veranderend relief dat aan hiërogliefen doet denken. Het heeft iets dromerigs, alsof er een droom zich voor je ogen afspeelt. En ik vond dat spannend om te kijken wat er gebeurt als dat hangt naast het werk van een Australische Aboriginal, waarin ook het conflict over land wordt opgevoerd op een hele poëtische manier, dus nooit op een realistische, figuratieve manier.